Dames en heren, jongens en meisjes, mijn excuses. Deze video had eigenlijk gisteren online moeten staan. Ik had echt heel erg veel problemen met de installer van Microsoft Flight Simulator. Maar vandaag gaat het dan echt gebeuren. En het is niet eens zo'n hele gekke dag, want het is Game Pass woensdag. En welke game staat er nou op Game Pass? Microsoft Flight Simulator. Een game die ik in mijn jeugd helemaal grijs heb gespeeld. Echt ongelooflijk. Je wil niet weten hoeveel uren ik hierin heb gestoken. Om een of andere reden jarenlang uit ons vizier geweest. Niemand gaf er meer om een of andere reden. En ze zijn terug. Het ziet er mooier uit dan ooit. Als je de gameplay trailers ziet en ik zag ook de video van Digital Foundry, dan is dat om je vingers bij af te likken. En ik kon dan ook niet wachten om deze game te spelen. Ik had hem eerst gepreload, al een week van tevoren, want ik wilde meteen beginnen. Die preload sloeg nergens op trouwens, want wanneer je gepreload hebt en je opent de game op de dag van release, dan moet hij nog even doodleuk 90 gig downloaden. Wat niet lukte, want de servers van Microsoft lagen eruit of ik weet niet precies wat er aan de hand was. Het heeft bijna een hele dag geduurd. Maar eindelijk heb ik de game kunnen spelen. Dat heb ik nu net gedaan. Dus kijk met me mee hoe we... Want we doen één simpel onderdeel. We gaan landing challenges doen. Natuurlijk, we gaan niet urenlang vliegen. We gaan niet van New York naar Los Angeles vliegen in een paar uur tijd. Nee, dat is niet leuk om naar te kijken. We doen een landing challenge. Zo heeft deze game iedere week een nieuwe landing challenge, maar ook gewoon standaard activities. En dat gaan we nu kijken. Kijk maar mee. Bam, daar zijn we dan in Microsoft Flight Simulator. En ik moet zeggen, ik word hier helemaal lijf van. Simpelweg omdat ik deze game vroeger zo ontzettend veel gespeeld heb. En het heeft me zelfs geïnspireerd om piloot te worden. Althans, dat wilde ik heel graag. Spoiler alert, het is niet gelukt. Daarom zit ik hier spelletjes te spelen. Maar het was echt insane. Ik heb daardoor ook al meerdere keren in een vliegtuig mogen vliegen. Dat is echt top. Ik heb heel even kort bij de luchtmacht gezeten. Daar wat trainingen gehad. Het was echt gruwelijk. Maar, denk nou niet dat ik daardoor in één keer heel goed kan vliegen in deze game. Ik speel het met een Xbox controller. En we gaan zien hoe goed dat werkt. We gaan de landing challenge doen. Er zitten meerdere challenges in. Dit is de challenge van deze week. En we zitten in Courchevel. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. En we moeten hier gaan landen. Dat kleine landingsbaantje wat je daar ziet midden in de bergen. Ik ben benieuwd of het ons gaat lukken. Okay, we komen dus aan met 80 knopen, neem ik aan. En dan, zodra we de bocht gemaakt hebben, terugzakken naar de 72. Ik heb geen idee, man. We gaan het gewoon proberen. Ready to fly. Ik wel. Kom maar op. Voor de mensen die deze game nog niet hebben geïnstalleerd of geprobeerd, alvast even een heads-up. Deze game is echt heel zwaar om te draaien, man. Het is echt heel zwaar om te draaien. Ik speel hem nu in 1080p. Met GTX 1080 en een Ryzen 7 3700X processor. Op medium settings. En we halen nu zo'n 69 frames per seconde. Kijk, daar in de verte ligt hij. Dus we moeten hier die bocht maken voor die berg. Daar moeten we die bocht maken en dan moeten we zorgen dat we recht uitgelijnd staan om daar te kunnen landen. We zullen wat gas terug moeten nemen. Dat doen we nu. Niet te veel. We hebben nog wel wat snelheid nodig. We moeten nog aardig wat meters afleggen. Ik probeer het zo delicaat mogelijk te doen. We zakken denk ik al iets te hard. Mijn eerste poging hier eindigde trouwens in de bomen. Vlak voor de landingsbaan zie je een soort van heuvel met allerlei bomen erop. Daar klapte ik echt keihard in. Dus dat gaan we nu proberen te voorkomen. Dat is in de opname die trouwens was mislukt, helaas. We gaan nu iets uitlevelen. Je approach moet recht zijn, namelijk. Deze bomen klapt ook in.
Oh, 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 oh. Ik denk dat we het redelijk netjes hebben gedaan. Ik denk dat we het redelijk netjes hebben gedaan. 27.000. 277.000 punten. De ground roll was niet goed. We wijkten te veel af. Maar landing smoothness is oké. Okay. Landing position is ook oké. Okay. We staan momenteel 31.000ste van de wereld. Ja, niet om over naar huis te schrijven. Maar maakt niet uit. Maakt niet uit. Laten we nog één keertje proberen. Laten we nog één keertje proberen. Ik vond het niet eens heel verkeerd gaan hoor, maar laten we hem proberen wat rechter neer te zetten. Ga ik hier alvast iets naar links. En volgens mij komt dat gewoon door de wind. Je merkt dat je op een gegeven moment te veel naar links wordt geduwd. Ik neem aan dat dat de wind is. Ja, het is echt prachtig. Prachtig deze game. Prachtig om te zien. Ik heb data streaming aangezet. Wanneer je dat aanzet, dan zou de wereld nog gedetailleerder moeten zijn. Dat wordt gestreamd vanaf de Microsoft Azure servers, zeggen ze. Ja, ik heb nog niet het verschil gezien tussen aan en uit. Maar het schijnt best wel een groot verschil te zijn. Maar ze zeggen wel dat je daarbij echt een hele snelle internetverbinding nodig hebt. Gaan we nu de draai maken. En ook al wat gas terugnemen. Ik denk dat de bocht te scherp gaat zijn. Zoals we hem nu aan het maken zijn. Maar gewoon proberen. Kijken of we een hogere score kunnen behalen als net. Ik heb het idee dat we nog wel wat moeten zakken. Straight in and out. Kijk, zie dat? Je wordt echt heel erg hard nog naar links geblazen. Ik denk dat de wind is. Zie je dat? Hoe die je nog steeds naar links af lijkt te buigen? Easy does it. Zullen we meer punten hebben dan net of niet? 397.000 punten. Daarmee zijn we gestegen naar de 25.000ste plek van de wereld. Even kijken. Nou, ook nog eens de beste van mijn vrienden. Nou, ik neem aan dat ze dan gewoon nog niet deze challenge hebben gedaan. Oké, ik vond het tof. Ground roll was een stuk beter. Landing smoothness was een stuk beter. Nou, tof. Laten we kijken of we nog meer van dit soort challenges kunnen doen. Ik vond dit wel tof namelijk. Ik vond het wel tof. Misschien dat we een iets groter vliegtuig kunnen gaan landen. Activities. Find your next challenge. Landing challenge natuurlijk. Famous, well-known locations and challenges that are well within reach. Focus on fundamental landing techniques, precision and smoothness. Face the most iconic and dangerous place. Nah, daar zijn we nog niet ready for. Strong winds zijn we ook nog niet ready for. Oké, we kiezen gewoon deze. Chile. Jackson, New York. Ja, laten we voor New York gaan. Daar ben ik een keertje geweest. Ik wilde sowieso naar een plek waar ik een keer ben geweest. Ben ik op JFK geweest? Nee, volgens mij niet. Volgens mij was dat niet JFK, maar maakt niet uit. In de Boeing 747. Dan gaan we kijken wat we ervan gaan bakken. Oké. We gaan het proberen. Oeh, ja, dit is een andere koek. Dit is een andere koek. Heel tof ook om te zien. Framerate van 22. Ja, hij loopt nu wat op. Hij zit nu op de 30. Volgens mij is de landingsbaan recht voor ons. Ja.
Ik zal wat gas terugnemen. Want we blijven maar stijgen momenteel. Ik zie het niet, joh. Oké, dit is wel recht toe, recht aan. Hopelijk gaat ons dat helpen. We moeten niet vergeten landing gear uit te zetten natuurlijk. Dan nemen we nog wat gas terug. Zo, ja. Kijken of we al deze mensen veilig thuis kunnen brengen. Ah, het ziet er wel insane uit, man. Hoe gedetailleerd deze cockpit is. Kijk dan. Oh, je moet wel opletten, want we gingen een beetje schuin. Kom aan. Ik ben benieuwd of het gaat lukken. 1000 wat? Oké, die verder naar beneden. Oké, ik heb de landing gear naar beneden gezet. Oh. We komen wel heel snel. Kom op. Dit was niet goed. Dit is zeker niet goed. Zit er naast de baan? Oh my god. Dit was dramatisch. Deze moeten we opnieuw proberen. Dit sloeg nergens op. Wat raar. Hij blijft ook maar doorgaan. Terwijl ik al lang de rem heb ingetrapt. Dit was echt compleet mislukt. Wat er weird. Oké. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het is geen makkelijke game, jongens. Sterker nog, ik zou niet eens zeggen dat het een game is. Dit is echt voor de simulatoren freaks. Oké, we gaan het nog een keertje proberen. Ready to fly. Jammer dat het net zo gruwelijk misging. Oh, wat is dat geluid? Ik heb geen idee wat dit geluid is. Oké, ik heb het gefixt. Betekent dat ik te snel op de landingsbaan afkwam of zo? Je merkt wel dat er een windje staat. Ik ben de hele tijd aan het tegensturen namelijk. Make it happen. Ja, we blijven redelijk op dezelfde hoogte nog. We hebben nog flinke weg te gaan, dat geeft niet. Hoeveel? Ja, dat ziet er goed uit. Alleen nu is het wel zaak dat we echt een stuk smoother landen dan net. Dat was echt way too much. Oké, we zijn nu wel aan het zakken. Volgens mij niet te hard hoor. Dus dat is mooi. Ah, dit is toch prachtig. Oké, nou mogen we wat verder gas terugnemen. Oké. Focus blijven.
Ik heb het idee dat we iets te veel aan het zakken zijn. Nee, het ziet er goed uit. Het ziet er heel goed uit. Ik was bijna het landingsstel vergeten. Oh nee! Ik wist het, ik was er net te laat mee. Oh nee! Oh nee, dit zag er zo goed uit. Oh nee! Nee! Dit was de perfecte landing. Dit zou hem zijn. Dit was hem geweest. Oh mijn god. Dit was nummer 1 van de wereldscore, hè? Dat zag iedereen, toch? Oh, wat zuur. En we hebben ook drankjes op deze vlucht. Zitten bij de tickets bij hem begrepen. Niet dat ik zelf een ticket heb moeten kopen omdat ik, terwijl ik hem vlieg, maar... Oké, we moeten het gaan proberen. Toch heb ik ook nog wel een mooi verhaal trouwens. Een vriend, ex-collega van mij, we werkten allebei bij de Mediamarkt. Ik denk hij was 26, zoiets, 26, 27. En die had er gewoon echt van de een op de andere dag, had hij er genoeg van. En is begonnen aan de pilootopleiding. En heeft hij gewoon succesvol afgerond en is hij piloot geworden. Heeft pleuris veel geld gekost. Zo'n opleiding is echt heel erg duur. Maar hij heeft het gewoon geflikt. Echt ontzettend jaloers. Ja, en het is ontzettend duur. Maar als je eenmaal een goede baan weet te bemachtigen daar... dan kan je dat natuurlijk makkelijk terugbetalen. Maar die vliegt nu dit soort bakbeesten. Ongelooflijk jaloers. Maar gelukkig mag ik het hem nu nadoen in deze game. Niet vergeten landingsgestel omlaag te doen. Niet vergeten op tijd de engines te killen. Ik weet niet vanaf hoeveel meter je de engines moet killen. Ik heb nu al een stuk laag gezet. Even kijken of we dit klusje kunnen klaren. Dat zou wel heel mooi zijn, toch? Ik heb de engines gekild. Landingsgestel omlaag. We hadden echt al veel lager moeten zitten. Kom op. Die wind maakt het wel lastig hoor. Ik denk dat we hem hebben. Het is niet heel netjes. Maar ik denk dat we hem hebben. Challenge complete! En we staan stil. Yes! Heb ik echt 290 punten? Oh my god. Dat kan toch niet? Even kijken, nee, ik heb hier 484.314. Maar landing position was echt dramatisch. Oh, dit is mijn vorige poging, denk ik. Landing position was dramatisch. Ground roll was dramatisch. De landing smoothness was goed. Ah ja. Jongens. Dit was Microsoft Flight Simulator. Voor Game Pass woensdag. Ja, deze game staat gewoon op Game Pass. Ga hem downloaden. Als je houdt van vliegtuigen, ooit piloot had willen worden. Je kan het dus prima met de controller spelen. Laat je daar dus niet voor afschrikken dat je hele dure hardware meteen moet kopen. De enige dure hardware die je moet kopen is wel echt een dikke vette PC. Want deze game is ontzettend zwaar om te draaien. Je ziet het, we draaien hier in 1080p, medium settings. En die vorige vlucht zaten we nog wel op 60-70 fps. Dit was echt 30. Niet meer dan dat, 30. En hij begon eigenlijk nog lager. Dit was dus Microsoft Flight Simulator. Laat heel even hieronder in de comments weten of je met mij
zou willen vliegen. Alsof je mij zou vertrouwen als je piloot. Ik ben ontzettend benieuwd. En ik check jullie later, jongens. Nog een hele fijne dag. Ciao!